Martin Garrix en Macklemore, Summer Days. De avond van 538, Daniel. Welkom, welkom. Bastiaan van Hooy, DJ Bastic. Hij is nog maar 13 jaar en hij is helemaal bezeten van trance. Zo is het toch, Bastic? Goedenavond. Ja, zeker. Jij bent helemaal lijf van trance, maar ja, je bent 13, dus je kan nog niet naar een trancefeest. Ja, dat klopt. Ja, maar dat wil je wel heel graag, hè? Ja, ik wil heel graag naar trancefeesten. Festivals. En wat heeft jou zo gegrepen in de trance? Dat je denkt, hier moet ik bij zijn. Ja, gewoon alles. De muziek, de klankkleur, de drums, de synthesizers. En gewoon alles. Gewoon geweldig. En je bent dus nog nooit op een trancefeest geweest? Ja, dat wel. Maar gewoon te draaien is heel moeilijk voor mijn leeftijd. Ja, je wil eigenlijk echt draaien zelf? Ja. Ja, nee, logisch. Want je bent ook aan het produceren en je maakt liedjes en zo. Dat klopt. Ja. En nou heb je dus een oplossing gevonden om op je eigen trancefeest te kunnen draaien. Wat is die oplossing? Ja. Ik organiseer hem gewoon zelf. Lekker, dus jij gaat nu een trancefeest organiseren. Wanneer, waar en hoe? Het is in het Bergse Bossen. Ja. In Driebergen. Ja. 22 juni. Dat is super vet. En jij gaat daar zelf draaien en ook andere trance-dj's nog? Ja, drie andere. In totaal zijn er vier. Ja. En eentje komt zelfs een Spanje ervoor. Ja, dat is wel heel cool. En jij bent dus 13, je staat daar straks op het podium. Betekent dan dat het publiek ook allemaal jouw leeftijd heeft? Nee, het is een 21-plus feest. Oh, dus je hebt het echt helemaal goed bekeken. Dus weet je wel, andere mensen van jouw leeftijd kunnen niet eens binnenkomen. Maar Bastic, die staat er gewoon achter de draaitafels als 13-jarige, terwijl het publiek gewoon allemaal volwassen is. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik vind het sowieso wel een goede move. Je hebt ook een themesong gemaakt, hè, voor het festival al. Ja, dat klopt, helemaal een anthem. Ja. Ik ga even een klein stukje laten horen van je anthem, Bastic, met zijn anthem voor zijn eigen trancefeest. Kleine Armin in de dop ben je, man. Ja, dankjewel. Hey, 22 juni gaat het gebeuren. Ja. Kunnen mensen nog kaarten kopen, erbij zijn, et cetera? Ja, ik zeg kaarten kopen. Ja, oké, maar waar moeten we dat doen dan? Energyoftrance.com. Energyoftrance.com. En jouw eigen trancefeest, jij achter de draaitafels, Bastic. Ik wens je heel veel succes, man. Dankjewel. En ga hem supporten vooral. Zometeen hoor je Sophie Tucker en dit is Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess.